Goedendag dames en heren, vanuit Biarritz in 64 won Jacques Anquetil de Ronde van Frankrijk. En de vrouw aller vrouwen, Brigitte Bardot, zong. En wat zong zij? Welkom vanuit Biarritz, vlak boven Spanje bij San Sebastian. Daar waar vele, vooral Engels sprekende toeristen, hun heil zoeken in de zomermaanden. 12 kilometer verwijderd van de Tour de France van vandaag in Bayonne hadden zij geen weet van wat zich daar allemaal afspeelde. Wij kiezen voor het zandstrand. En we hebben de zekerheid dat we nog 575 kilometer moeten rijden en dan zijn we in Parijs. Hartelijk welkom. Het gaat over vriendschap en liefde. Ik heb twee mensen hier aan tafel zitten die misschien daar wel iets over kunnen zeggen. Marije Ramweek schrijft voor het Parool. Leuk dat je er bent. Je bent een van de weinige vrouwen in de Ronde van Frankrijk. Dus jij weet alles van vriendschap en liefde af in deze tour, nietwaar? Waarschijnlijk wel. Ja. Tevens ben je auteur van een heel leuk boek, De Vergeten Tour. Waarin je geprobeerd hebt om duidelijk te maken dat niet iedereen Erik Breukink is. Om maar eens wat te zeggen. Ja. Ja. Je hebt mannen beschreven die vergeten zijn? Die hun moment hebben gemist in de Tour. Die hun glorie hebben gemist in de Tour. Dat was voor mij een leuk uitgangspunt. Omdat de helden zijn inmiddels, denk ik, uit en na beschreven. Maar de vergeten momenten van renners die wij ook vergeten zijn. Ik vond dat die wel een kans verdiende om beschreven te worden. Je hebt die meneer naast jou nooit beschreven? Ik geloof het niet, nee. Nee, gek is dat, hè? Nee. Bestaat er vriendschap in de Tour de France? Ja, wel degelijk. Het is een kleine maatschappij op zich, hè, het wielerpeloton. Ja. En je hebt je voorkeuren. De een mag je wel, de ander mag je niet. En dat speelt ook een rol in de wedstrijd. De finale van de etappe van vandaag. Het speelt een rol in de wedstrijd. Wij kijken naar een Amerikaanse renner die rijdt voor een Deense ploeg. Hij gaat de etappe winnen en dat is echt een prestatie van je welste. Tyler Hamilton wint de etappe en Bjarne Riis, zijn Deense ploegleider, schudt hem de hand. Dan. Borst aan borst. Dat is vriendschap. En dan komt de grootmeester. Dat is vriendschap. En waarom? Lance, you must be very happy for Tyler. Very happy. I mean, he deserves it and he rode like a champion, so. Unbelievable with his collarbone and so. Yeah, I mean, but he's been showing that kind of determination the whole time. So he, like I said, he deserved it. He deserved to win and moved up on the classification quite a lot. Good rider. Tot zover de vriendschap en dan komt de liefde. Paps en mans samen en natte ogen. This is a trophy for winning the stage, which is quite heavy. And he had a little trouble lifting it, so I'm holding it for him. So you must be awfully proud. Yes, I am unbelievably amazed by my husband. I knew he was strong, but he's incredible. What he's done in this race is amazing. Is it true about his collarbone? Absolutely, it's fractured. I can't believe it. It's fractured in two places, in fact. So it's amazing that he can do what he's been doing. How does he do it? He's mentally stronger than anyone I know. He really is. So. And what's your part? I'm just a wife, so I just support him. Just a wife, zoals ze zei. Marije, heb jij zo'n verhaal geschreven vandaag? Over... Nee. Nee. Is dit te zoet? Ik heb vorige week een verhaal geschreven over het feit dat ik vond dat Tyler eigenlijk al naar huis had moeten gaan. Want? Omdat ik vind het verkeerde heldendom. Je creëert een verkeerde helden op deze manier. Het gaat me te ver. Om deze manier door te fietsen. Hij is een gevaar voor zichzelf. En hij is een gevaar voor het peloton. Want hij kan zich niet vrij bewegen in het peloton. Maar hij heeft een contract met een Amerikaanse filmmaatschappij. Hij heeft een contract met een Amerikaanse filmmaatschappij. En zijn sponsor vindt het natuurlijk ook hartstikke geweldig dat hij doorrijdt. En het resultaat is er. Dus wat kun je eigenlijk nog meer zeggen? Ja. Was jij doorgereden? Wilde jij held worden? Nou, je kunt het niet in zijn situatie verplaatsen, maar ik denk dat het iedereen wilde hem laten stoppen, maar hij voelde zelf aan dat hij door kon. En dan ga je in een Tour de France door. Je geeft pas op als je voelt dat het niet gaat. Ja. Nou, ik kan er iets over zeggen. Hij heeft namelijk geen breuk. Hij heeft, zoals het heet, een green stick fracture. Dat komt meer voor. Dat moet je zien als een dun twijgje. Aan de bovenkant breekt dat een beetje af en aan de onderkant niet. Dat is een bekend gegeven in de medische wereld. Je kunt daarmee doorfietsen, dus dat morele gelijk heeft hij. Luister naar mij. Een green stick fracture. Mijn dochter is ermee ter wereld gekomen en Nienke is een hele aardige meid geworden. En je kan er dus mee doorfietsen. Wisten jullie dat? Nee. Leuk hè, dat je dat nog op zo'n avond hoort. De etappe van vandaag, dames en heren, was 197,5 kilometer. Er lagen twee bergen van eerste categorie. En dan ben je benieuwd hoe de renners zich na de rustdag komen melden aan het vertrek. Jeroen Koster ging op zoek naar de moraal.
Bij de start in Po zijn het vooral de Basken die van zich laten horen. Want met de finish in Bayonne moet het vandaag hun dag worden. Voor de Nederlanders is de etappe waarschijnlijk te zwaar. Maar met nog 5 dagen tot Parijs hebben de meesten nog wel goede zin. Of in wielertermen, moraal. Ik heb nog wel moraal. Alleen ik zal er wel wat geruster op zijn als vandaag weer gepasseerd is. Moraal? Ja, ik heb nog moraal, ja. Hoe is het met de moraal? Ja, goed. Het eind komt in zicht, hè. In geen enkele andere sport wordt het woord moraal zo vaak gebruikt als in het wielrennen. Maar wat is nou moraal? De Dikke Van Dalen geeft moraal 4 betekenissen en verwijst naar moreel. De veerkracht van een groep of individu in moeilijke omstandigheden. Vooral geestelijk. Lichamelijk, dan gaat dat wel eigenlijk. Maar ja, het is vooral geestelijk waar je moet maar weer kunnen opbrengen om diep te gaan. Maar ja, ik denk de laatste week bij de meeste renners zit met de moraal wel goed. Degenen die nauwelijks in koers zijn, die gaan normaal ook nog wel Parijs halen, denk ik. Ja, moraal is gewoon dat je nog het geloof in jezelf hebt om iets moois te laten zien. Denk ik dat dat moraal is. Ik weet niet wat de definitie van moraal is, maar voor mij voelt dat zo van, ik heb er zin in vandaag en ik ben nog niet helemaal naar de verdoemenis. Moraal verschilt ook van dag tot dag bij het ontbijt al? Ja, soms ook. Soms moet ik eerst even een uurtje volledig mezelf verpakken en wakker worden voordat ik een beetje in gang schiet en de andere dag dan spring je weer gelijk op. Dus dat kan wel schelen. Maar naarmate de Tour vordert is meer dat eerste. Dus stilzwijgend aan tafel gaan zitten en langzaam het eten naar binnen werken en dan maar weer zien wat er gaat komen. Dat het woord moraal zo aan de wielersport verbonden is, komt waarschijnlijk omdat het in veel talen voorkomt. Ook in het Duits. En dus vragen wij ons af hoe het is met de moraal van de Oostenrijker Glomser, die wij vorige week adopteerden omdat hij Gerrit heet. Is Oostenrijkse moraal anders dan Holländische moraal jetzt? Nee, ik schätze niet. Onze moraal is relatief hoog, geloof ik, wenn man Tocznik ziet, der vorne einigermaßen mitfahren kann. Kan ze niet zo slecht zijn. Mijn is een beetje am Tiefpunkt, weil die Leistung niet brengen kan, wie gewoond. Dazu, dass ich ein kleines Problem habe an der Fußsohle. Also es wird noch sehr hart für mich werden, ins Ziel zu kommen. Moraal kan dus snel zakken, maar ook eenvoudig stijgen. Goeie truc, je laat gewoon je vrouw en kind naar de start komen. We begonnen in Po vanochtend en 197,5 kilometer lijkt niks naar Bayonne, maar er moest wel 2 keer over een berg van eerste categorie gereden worden. Dus was er bekend wegwezen. En hoe ging de start? Razendsnel, boven de 50 in het uur. Men zoefde werkelijk naar beneden. En daar komt de eerste kopgroep. González de Galdiano, Mercado, Wouters, Turpin, Fornaciari, Moerenhout is erbij, daar rijdt hij. Lantaza, Vinault, Dumoulin, Claire Miller, Cuesta, Chavanel, Miljic en Seurissen. Dan naar 55 kilometer. Ineens zien we Tyler Hamilton naar voren rijden. Geen reactie uit het peloton. De Deen, met dus 1 green stick fracture, rijdt zich rustig, heel rustig weg. En dan zeggen ze van Euskaltel, let even op, als hij nou gaat rijden, dan komen onze 4e en 5e plaats in het algemeen klassement in gevaar. Armstrong hoeft niets te doen. Vooraan komt Hamilton bij de beste van de originele kopgroep en heeft met een voorsprong die zo tussen de 4,5 minuut en 4,40 schommelt. En dan is er een freaky bijna val van Mayo. Die schopt tegen iets van zijn eigen fiets, wordt boos, gooit zijn wiel weg. En ik denk dat dit een belangrijk moment in de hele koers is. Niet van voren rijden, maar eerst nog achtervolgen. Dan zijn we met die 2 klimmen bezig en dat zijn zeer serieuze klimmen. Hele serieuze klimmen en Hamilton concentreert zich, voelt de pijn en rijdt weg van de anderen. Het wordt een solo die we niet vaak gezien hebben in een lange wedstrijd. En of het omhoog ging? Ja, zeker wel. Daar gaan de mannen op achterstand. 4 minuten en 40 seconden. Allemaal rijden ze er en dat betekent dat we dus ook Michael Bogert tegen gaan komen. Waar zit hij? Daar is Tocznik en daar is Bogert. Hij zit dus bij de beste en heeft benen. Hoe goed die benen zijn? Eerst nog even naar Hamilton. Je moet langs Basken rijden. En Basken denken dat wielrenners soms stieren zijn. Het lijkt een stierengevecht. Daar gaat hij naar boven toe. Prachtig. Het oranje van al die Basken komt hij tegemoet. Het enthousiasme is groot op deze 2 kools. En hij rijdt naar voren toe. En ineens is daar de andere oranje kleur. Niet van de Basken, maar van Bogert. Hij moest wel. In het eerste uur probeerde hij het, maar hij mocht en kon niet mee. Want het lijkt er haast op dat niemand Bogert laat rijden. Nu kiest hij de afzink van de eerste kool om hard naar beneden te gaan. Hij komt dan
in een groepje aan. Wacht even, is hij daar? Is hij daar? Kom op, Michael. Ja, daar is hij en hij komt bij de beste vijf. Hij rijdt zich dus bij Mercado, bij Seurissen, bij Turpin en bij Mihojlovic. En dan kijkt hij even om. Wat moet hij hier doen? Blazen. Ja, oké, maar laat men hem gaan. Dit is de chicste plas uit de Ronde van Frankrijk. Wie wordt er door drie man geduwd om te plassen? De baas zelf. De andere Amerikaan eilt voort. Hij houdt nog maar steeds 4.30. Dan weer 4.20, dan weer 4.40. Daar is Bogert met zijn mannen. Maar je voelt het aankomen. Een groepje waar Bogert in rijdt, het lijkt haast wel of die niet mag. Waar de Deen dus wel de goedkeuring kreeg van allen uit het peloton, gebeurt dat niet met de achtervolgende groep. Natuurlijk, hij heeft pijn. Hij lijdt. Maar hij rijdt fantastisch. Hij is de twee kools gepasseerd en nu rijdt hij een tijdrit. Dat wat hij heel goed kan. En hij blijft op voorsprong. Het knabbelt maar terug. En dan komt Botero en die zegt, wacht even. Nu komt ook nog Vinokourovs plaats. De derde plaats in Parijs komt in gevaar. En dus gaat hij rijden. En moeten er meer van het paarse gilde naar voren komen. Dan doen ze eigenlijk een dubbelslag, want ook Zabel sluit weer aan. Daar in laatste wiel. En dan kan misschien Zabel winnen. Maar deze Amerikaan is vandaag niet te kloppen. Want Botero krijgt hulp. Van Paolini en van Aerts en van al andere quicksteps. En ze zullen en ze moeten Tyler Hamilton halen. Maar dat gebeurt niet. Bogert en de zijnen worden ingerekend. En het wordt een hele chique overwinning. Met handdruk. De man uit Massachusetts, de man die ooit bij Lance Armstrong reed, wint de etappe. Met een solo van 142,5 kilometer. Dat mag er wezen. De etappe gaat in een gemiddelde van 39 kilometer en 450 meter. En Zabel pakt punten voor de groene trui en denkt weer in het groen. Prachtige etappe. Schitterende winnaar. En heel veel emotie. En dan gaan we praten in Bayonne. This is icing on the cake. I mean, after the stage one crash, I really didn't believe I'd make it to stage number two. And you know, I fought hard just to make it to the team time trial to help my teammate Carlos Sastre, who's still in the GC. And then after that, I started feeling a little better and a little better. And then I kept going. And then all of a sudden, I felt like you know, I could make it through this tour. On the climb, did Bjarne Riis tell you to attack at the certain time, or was that your decision? Yeah, we talked about it last night. He said in 96 there was a stage a lot like this after the Hautacam stage, and where the final 100 kilometers were flat. And he put 8 minutes into some of his rivals that day. So he reminded me that anything is possible, and he said if I had good legs, why not try? You know, it's better to die, he said, from the front. So I give it a whirl. Ja, ik heb gewoon geprobeerd zo lang mogelijk berg op mee te gaan. Ik denk dan, die groep zal zeker niet wegblijven met dat tempo wat we nu rijden. En ja, ze kwamen één voor één eigenlijk terug op die hele steile, die kolde, weet ik, Barracuda, weet ik hoe dat ding heet. Toen hing ik er nog aan en daarna ben ik gaan aanvallen. Kwam ik bij een groepje, maar toen bleek er nog eentje voorop te zijn. Dus, en die hebben we nooit meer teruggezien. Ongelooflijk, hè? In zijn eentje. Ja, dus, en dan met een gebroken sleutelbeen. Dat is toch ongelooflijk. Dat onthouden we. De Col de Barracuda. Hamilton wint. Zabel geeft 1,55 toe, maar wint punten. Krivtsov is erbij. Paolini Glomzer. De Groot, heel knaps. Berg, Kazaar, Guidi en ook Redi. Dat zijn de 10 beste. Hier is het klassement. Daar is niets in veranderd. Behalve het feit dat Hamilton op 6 is gekomen met stip. En een gevaar wordt in de tijdrit voor in ieder geval de vierde en de vijfde plaats. Waar zijn wij? Nou, op enige achterstand. Michael Bogert dus als beste op 1 uur 4 minuten en 14 seconden. Komen we bij Remmert Wielinga uit. U heeft de afgelopen 2,5 weken onze landgenoot zien strijden en strijden en strijden. En vandaag ging het niet meer. En dus gaan we kijken wat er gebeurde. Het Grand Hotel in Dax vanmiddag. De koers is nog in volle gang, maar Remmert Wielinga is al in het rennershotel. Hij is vandaag na 35 kilometer afgestapt. Gisteren tijdens de rustdag heeft hij alleen maar in bed gelegen. Uitgeput, zonder eetlust en met lichte verhoging. Vanmiddag gaf hij tekst en uitleg aan de Nederlandse pers. En tja, wat zeg je als debutant als je uit de Tour gestapt bent? Ja, ik ben gewoon naar de kloot, om maar zo te zeggen. Wielinga kon het tempo van het peloton niet aan.
Hij heeft al heel vaak in zijn eentje gereden. En nu, met alleen nog maar vlakke etappes in het verschiet, haakt hij alsnog af. Ja, daarom is het ook heel erg pijnlijk. Het is gewoon verschrikkelijk kloten, maar... Ja, het ging echt niet meer vandaag. Als ik nog enigszins het idee had van, nou ja, ik kan nog terugkomen bij een groepje of zo. Of ja, ik kan desnoods de rit alleen uitdraaien, maar... Het was echt hopeloos. Wielinga is na de Dauphiné Libéré de hemel ingeschreven, omdat hij met de beste omhoog reed. Hij geeft toe dat hij de Tour de France misschien wel een beetje onderschat heeft. Ja, vooraf hebben ze me wel gezegd van ja, dus die eerste week gaat heel lastig zijn. En als je dat hoort, denk je van ja, ja, dat zal wel. Maar als je het dan toch zelf meemaakt, ja, dan merk je toch, ja, dan weet je pas eigenlijk echt waar ze over praten. En het is gewoon niet te vergelijken met geen enkele andere koers. En de grootste koers die ik voor de Tour heb gereden was de Dauphiné en daarin reed ik super. En alles wat ik daarvoor heb gereden voor de Dauphiné is in feite ja, van een totaal ander kaliber geweest. En ja, ik ben hier gewoon ja, met mijn neus op de feit gedrukt dat dit toch wel iets heel anders is. Morgen vliegt hij naar Nederland, zwaar teleurgesteld. Want hij had zich veel meer voorgesteld van de Tour de France. Het is geen leuke manier van rennen zo. Het is mooier als je lekker mee kan doen in de koers en kan meespringen. En ja, daar heeft hij gewoon niet in gezeten. Ik heb mijn best gedaan, maar ik was blij dat ik in de groep kon blijven. En in de bergen heb ik ook niks extra's gehad. Ik was in feite al gewoon gesloopt voordat de bergen begonnen. Volgend jaar revanche? Ik hoop het, maar ja, volgend jaar is het nog ver weg. Er komt eerst nog een najaar en volgend jaar moet weer een goed voorseizoen te rijden. En ja, we zien wel. De Tour is maar één keer per jaar, dus we zien wel. Succes. Naar bed. Ja, zeker. Goed. Nee, jongen. Heren, goed. Tot ziens. Tot de volgende. Tot na de Tour. Oké. Okay.